Meneer Tulner, we staan hier op het industrieterrein H2O naast het bord van Consmema. Er komt binnenkort een tweede bord bij. Ja, er komt inderdaad een tweede bouwbord bij van Jan Bakker. Die gaat hier heel snel beginnen. We zijn heel blij dat hij afgelopen vrijdag ook de handtekening onder het koopcontract heeft gezet. En dat betekent dat we heel snel hier bouwactiviteiten op H2O zullen zien. Meneer Bakker, u bent in 1985 gestart met uw bedrijf. Vanuit welke situatie? Ik heb eerst een ziekbed gehad en van mijn ziekbed ben ik eigenlijk begonnen. Ik heb een jaar op bed gelegen en zei dat ik nooit weer kon lopen. Ik heb een ernstig ongeluk gehad en ik wou geen afgekeurde Piet wezen. En toen ben ik voor mezelf begonnen en dat was mijn begin. U was al vrachtwagenchauffeur? Nee, ik zat altijd vrachtauto, chauffeur, trekker, van alles. Was... Ik heb een job in mijn werk, maar zit hier in Oldenbroek. Was uw core business? Alles wel eigenlijk. Van alles wel wat. Transport is goed, maar de handel. Wij proberen het ene jaar is het ene goed en het andere jaar is het andere goed. Heeft de huidige manager van H2O veel moeite moeten doen om u binnen te halen? We hebben er wel goed omgestreden samen. Echt op ouderwets handje plak? Ja, dat valt mee. Nee, dat staat wel behoorlijk vast wat ze willen. Maar er was dan toch nog wel wat onderhandelingsruimte. Valt tegen. Kom beter. Jan Bakker die mocht aan de Zuiderzeestraatweg niet verder uitbreiden. Dan was H2O toch zijn enige mogelijkheid? Het is wel een hele logische keuze dat hij hier komt. Want het bedrijvenpark H2O is juist ook bedoeld om dat soort groeiende bedrijven. Om daar een plek voor te bieden. En ik denk dat we erin geslaagd zijn om een hele mooie locatie langs de snelweg. Goed bereikbaar voor Jan Bakker te vinden. En het is een bedrijf met veel vrachtverkeer. En dat kan hier prima geholpen worden op H2O. En waarom is uw keuze gevallen op H2O? Nou, de reden 1 is de mogelijkheid hier in Oldenbroek. En ik wil eigenlijk in Oldenbroek blijven. En ik kon nu, was de tijd te rijp voor om te beginnen daar zo. Ik had liever in Oldenbroek zelf gebleven, maar nu moet ik weer naar H2O. Maar ik blijf wel onder de gemeente Oldenbroek. Andere alternatief heeft u niet onderzocht? Kampen of Zwolle of wat dan ook? Kampen heb ik een vestiging, maar dat is voor mij te ver weg voor het bedrijf. En ik wil graag Oldenbroek is Oldenbroek. Bent u blij met het type bedrijf wat hier komt? Ja, zeker. Het is een veelzijdig bedrijf, met van alles en nog wat eronder. Voerleverancier, grondwerk, van alles en nog wat. En we vinden het heel mooi dat het hoofdkantoor van het concern hier op dit terrein wordt gerealiseerd. Nieuwe afrit naar de A28, waar komt die eigenlijk te liggen precies? Ja, de nieuwe afrit, dan moet je eigenlijk even iets verder die kant op kijken, richting de Voskuilerdijk. Hier vandaan gerekend... vlakbij Wezep Noord, bij de rotonde, daar komt de nieuwe afrit te liggen. Dus dat is hier een paar honderd meter vandaan. Wanneer is de nieuwe afrit van de A28 is die klaar? Ja, is hier open van over 3 jaar, maar ik hoop van eerder. Maar verzelden gaat dat duurt nog een paar jaar langer, maar hij moet er wel komen. Dat is zeker dat hij er komt? Daar ga ik vanuit waarover gesproken wordt, dan komt hij er ook. Als ik het terrein bekijk waar Bakker binnenkort gaat bouwen, dan vraag ik me af of de wegen eromheen wel berekend zijn op zoveel vrachtwagens. Voor welke infrastructurele maatregelen moet u nog zorgen? Nou, dat valt denk ik wel wat mee. Ik denk dat er een heleboel verkeer wat rijdt voor Jan Bakker ook via de snelweg het gebied zal verlaten. En voor een deel ligt het werkgebied hier in de gemeente, maar ook ver daarbuiten en zelfs in het buitenland heb ik begrepen. Op dit moment is dat te krap, maar ik ga er toch uit dat de provincie en H2O met de gemeente samen uitkomen om die ontsluiting te krijgen en dan is het goed. Alleen ze hebben gewoon een dom punt gemaakt bij Wezep, bij dat vierduk met die stoplichten, die moesten ze vandaag nog wegbranden.
hier ligt Weesup. En hier ga je richting Zwolle. En dan hier ga je richting Apeldoorn. En dan kom je hier, mijn buurman kom mee maar. En dan komen we hier, komen een weggetje in. En dan beginnen we hier en dan gaan we zo rond. En dan is dat dit blok. En dit is eigenlijk kantoor, restaurant. En dan 3 verdiepings. En hier magazijn, garage voor ons eigen. En hier komt een bandenservice, daar komt een wasstraat. Hier komt een weerbrug en een tankstation. Hier is parkeren voor derden. Hier komt een dealer, zoals het nu lijkt. Daar ben ik nog mee bezig aan onderhandelen. En het is de bedoeling dat hier de vrachtauto's van mij komen en misschien nog wel van anderen. Maar dan ben ik nog in gesprek met de gemeente en verder op slag. Zo is eigenlijk de bedoeling, een klein beetje. En het braakliggende terrein is 65.000 vierkante meter. Dat is wel heel erg groot. Ja, maar als je wat koopt, dan moet je goed doen en anders moet je er niet aan beginnen. Dat heb ik altijd geleerd. Voor alles is een vergunning nodig. Verwacht u veel tegenstand tegen... Kijk, we kunnen altijd mensen tegen zitten, maar in principe als je dat netjes doet, dan komt dat goed. Nee, dat verwacht ik eigenlijk niet. We blijven toch binnen de grenzen van een nieuw bestemmingsplan. En ja, daarmee is eigenlijk de basis gelegd voor de vergunningverlening. En natuurlijk hebben we bepaalde procedures te doorlopen. En zo werkt dat nou eenmaal in dit land. Maar ik verwacht op bouwvergunningniveau geen problemen meer daarbij. Tegenwoordig is het woord duurzaamheid een modewoord geworden. Wat houdt de duurzaamheid bij u in? Ladikook. Als alles duurzaam is, dan moeten ze een andere nieuw uit moeten putten. Dan moeten ze ook betalen willen we duurzaam. En dat is het vandaag niet. Nou, duurzaamheid zit op verschillende niveaus. Het gaat over de manier waarop je bijvoorbeeld met water omgaat. En daar is heel goed over nagedacht om water in het gebied te houden. Om dat op een goede manier op te vangen. En niet allemaal via het riool weg te laten lopen. De energievoorziening is een belangrijk punt. We hebben hier bijvoorbeeld geen gasnet aangelegd op het terrein. Dus als bedrijven een warmteoplossing zoeken, dan is het dus niet vanzelfsprekend dat hier gas voor de deur ligt. Maar bedrijven doen dat op verschillende manieren, lossen dat op verschillende manieren op. De een met pelletkachels. En de andere met warmte-koude opslag. En die technieken die zijn in ontwikkeling. Maar uw gebouwen, energievoorzieningen en zo, dat zal toch wel duurzaam zijn? Of? Ik ga zelf wel goed mogen, maar dat is mijn eigen principe. Maar als ik duurzaam bouw, dan moet ik ook duurzaam betalen. En bij ons in het werk is het vaak zo, wij moeten overal aan voldoen. Maar ook nog helemaal voor de laagste prijs. En dat vind ik eigenlijk altijd niet. Maar ik zie aan de tegeltjes en et cetera, u bent christen, dat houdt ook wel in rentmeesterschap. Zeker weten, ja. Maar wij moeten toch wel een paar centen verdienen. En anders kunnen we de mensen ook niet betalen. En verder, ja, wat houdt er verder in, dat weet ik ook niet. Ik doe mijn best, meer kan ik niet. Hattem wil graag samenwerken met onder andere Zwolle. Is het wel een verstandige zet geweest omdat Zwolle op het gebied van bedrijventerrein een rechtstreekse concurrent is? Nou, dat zie ik wat anders. Wil je hier succes hebben met HVO, dan zul je ook de samenwerking moeten zoeken met de regio Zwolle. En dan hebben we het over Zwolle en Kampen. En wat goed is voor Zwolle is ook goed voor HVO. Zo zie ik dat. Op het moment dat er meer drukte is in Zwolle, krijgen we hier ook meer drukte. Op het moment dat het rustig wordt in Zwolle, hebben wij er ook last van. Dus ik zie de samenwerking als een belangrijk uitgangspunt. En ik denk dat er in de hele krachtige regio Zwolle zoveel te doen is, dat er plek is voor bedrijventerreinen in Zwolle en bedrijventerreinen in Hattemerbroek en Hattem. Maar Zwolle is een samenwerkingspartner, maar die maakt wel bezwaar tegen bestemmingsplan H2O. Nou, het klopt dat er brieven zijn gestuurd in het kader van de inspraak en vooroverlegrondes die je dan met de buren moet voeren. En natuurlijk krijg je dan wel eens brieven dat je zegt van ja... Zwolle wil eerst dat hun bedrijventerrein helemaal gevuld is en dan zijn wij aan de buurt. Ja, nou, ik ga daar maar niet op in. Dat is ook iets van de politiek om daar iets van te vinden. Tot aan de Raad van State.
Nou, zo hebben ze dat niet geformuleerd in de brief. Ik zou de brief er dan maar eens even goed op nalezen. Ik heb even gegoogeld en ook even kan bij bedrijventerrein H2O terecht. Ik zie er ook een linkje naar YouTube-filmpje. En dat gaat over de Zwolse kracht. En dat is eigenlijk een promotiefilmpje wat eigenlijk alleen maar voor op Zwolle gericht is. Is het wel handig om dat ook op uw site te zetten? Nou, dat ligt in het verlengde van wat ik net eigenlijk al heb aangegeven. Dat wij ook geloven in die kracht. Hè? En dat dat ook wat goed is voor die regio Zwolle, dat is ook goed voor ons. En daarom, dat komt niet in het filmpje naar voren. Nou, nee, maar goed. Oké, het is mijn filmpje niet geweest, maar daar gaat het nu even niet om. Het gaat erom dat dat soort filmpjes ook, daar voelen wij ons ook bij betrokken. En dat geeft op een hele goede manier weer hoe je zou moeten werken aan de ontwikkeling van de regio. Vorige keer hebben we het ook gehad over de samenwerking met bedrijventerrein Zwolle. Hoe is het daarmee gesteld? Ja, goed zou ik zeggen. We zijn met de procedure voor het bestemmingsplan bezig. In dat kader mag iedereen zijn zegje daarover doen. We hebben ook overleg met Zwolle. En ja, onze insteek is samen te werken binnen de regio Zwolle. Want wij zijn erbij gebaat om een krachtige economische regio Zwolle te hebben. Want als het in Zwolle goed gaat, heb ik de vorige keer gezegd, dan gaat het ons ook goed. En andersom ook. Dus wij denken vanuit de gezamenlijke belangen. Ik heb in de persbericht gelezen dat er te zijn tijd ook een restaurant komt. Dat heeft u net ook genoemd. Is dit een uitgebreide bedrijfskantine of kan ik als consument er ook een vorkje mee prikken? Wat laatste, dat is heel duidelijk dat dat meer geprikt moet worden. Dat wordt gewoon een officiële wegrestaurant. Ja. Gewoon voor vrachtwagens en mensen vertegenwoordigers of wie ook een praatje wil doen. Dus van andere bedrijven, of die kunnen een auto wassen door zo, die kunnen de ban wisselen, die kunnen een garage als ze een storing aan de motor hebben, dus je kunt meteen een hapje in. Een laatste afrondende vraag, ik weet dat u geen namen gaat noemen, maar met hoeveel bedrijven bent u in gesprek om ze op HCO te krijgen? Nou, met voldoende om behoorlijk druk mee te zijn. En natuurlijk heeft deze transactie ons de afgelopen maanden ook behoorlijk in beslag genomen. Dat is een grote zaak die we nu gedaan hebben. En ja, we zijn met verschillende andere partijen in gesprek, maar daar ga ik verder geen mededelingen over doen.